Minister Prelat Soudin van LVV zegt dat er nog geen inventarisatie gemaakt kan worden van de schade in het rampgebied te Brokopondo. Ook de tegemoetkoming aan boeren die vorig jaar de dupe waren van wateroverlast is nog niet volledig uitbetaald. Wat de schadevergoeding van dit jaar betreft, het onderwaterlopen van afgelopen paar wegen. Heel veel van de gronden, of de meeste gronden, liggen nog onder water, waardoor wij nog geen schade kunnen opmaken. Maar met dat het waterpeil een beetje gezakt is, dan gaan we dat doen. En als dat gebeurd is en de schade bekend is, dan zal daarover de regering zelf een besluit moeten nemen. Ik in eentje kan daarop geen antwoord geven. Soudin ging ook in op andere vraagstukken dan wateroverlast. Hij gaf aan dat een aantal projecten opgestart moeten worden om de landbouwindustrie te bevorderen. Nu wordt nagegaan welke gebieden het meest geschikt zijn om grote aanplanten van gewassen te telen. Bij ons geldt is dat het moeten gronden zijn. En die moeten natuurlijk geschikt zijn voor die gewassen. En ten tweede, welke niet gepaard moet gaan met zware ontbossingen, want dan heb je weer andere problemen. Kijk even naar collega Rom wat het betreft. En inderdaad, zoals de president aangaf, de vraag vanuit Calicom is groot naar voedsel. En komend weekend hebben wij ons Agrofest in Barbados, waar een aantal ondernemers aan zullen deelnemen. En wat we hopen is dat wij met een goede resultaten terugkeren. En in dat kader nemen we meteen mee van hoe wij fytosanitair kunnen inspelen op de regels welke gelden binnen Caricom. Volgens de bewindsman lopen de plannen vlot. De samenwerking met buitenlandse partners zal naar een ander niveau getild worden. Vooral op het gebied van de agrarische sector.